Amsterdam speelt in de witte shirts en komt na 4 minuten op de achterstand. Dit is de lange paas van Blair Tarrant, de Nieuw-Zeelander van de Rotterdam. En Engelsman Simon Egerton tikt de bal achter Jan de Wijkersloot. Die de voorkeur kreeg boven vaste doelman Laurens Goedegebuur. Een gokje van Dirk Loots, zei hij na afloop. Maar het is wel 1-0 voor Rotterdam. Dit is Valentin Verga met een goede paas op Boris Burkhardt. Die draait zich goed vrij en passeert keeper Van Eldonk met een backhand. Daarbij gaat Van Eldonk niet helemaal vrij uit, want de bal gaat onder zijn voeten door. Had hij eigenlijk moeten hebben natuurlijk. Dit zijn beelden uit de tweede helft. De eerste strafcorner voor Amsterdam. Justin Reed-Ross. Maar een goede stop van Van Eldonk voorkomt een achterstand voor Rotterdam. Dit is hem, de Zuid-Afrikaanse strafcorner-specialist van Amsterdam. Hij heeft er al 13 in liggen dit seizoen. Rotterdam is de betere ploeg in de tweede helft. Een goede actie van Tijn Lizoon. Onderschept de bal. Jan-Willem Buissant levert de bal zomaar in bij Sjoerd Gerritsen. Die begint aan een solo. Gerritsen, de vleugelverdediger van Rotterdam. De bal gaat voorlangs en komt tegen de voeten van scheidsrechter Roel van Eert, die niet op stond te letten. Maar het levert er verder niks op. Dus alleen een pijnlijke voet bij Van Eert. Vermeulen op Justin Reed-Ross met een schitterende paas richting Max Swering. Die wil dan meer hebben dan een strafcorner. Die wil een strafbal hebben. Maar hij krijgt een strafcorner van scheidsrechter Jonas van het Hek. En Hille Turkstra, die begrijpt het niet. Maar ik denk wel degelijk dat hij daar een overtreding maakt ten opzichte van Swering. Dus een strafcorner is zeker op zijn plaats. De tweede poging voor Justin Reed-Ross. Zijn bal gaat hoog over het doel van Van Eldonk. En daar baalt hij van, de Zuid-Afrikaan. Rotterdam blijft aanvallen in die tweede helft. De bal gaat voorlangs het doel van de Wijkersloot. Dan zien we nog een keer die actie van Lucas Siminga. Bal voorlangs. Maar Rotterdam blijft drukken op zoek naar die tweede treffer. Hier weer Siminga en dan is het een strafbal, zegt scheidsrechter Roel van Eert. Want Justin Reed-Ross zou de bal met zijn lichaam uit het doel gehaald hebben. Protesten alom en het is moeilijk te zien. De bal gaat wel omhoog via Reed-Ross, maar Van Eert zegt dat hij de bal heeft geraakt met zijn lichaam. Jeroen Hertzberger met de strafbal, maar die wordt gestopt door de Wijkersloot. Daar is hij blij mee natuurlijk. Jan de Wijkersloot maakt zijn debuut vandaag voor Amsterdam en pakt deze strafbal van Jeroen Hertzberger. En zo blijft het 1-1 in een spannende en kwalitatief goede wedstrijd daar in Amstelveen. Foutje van Teun Rohoff, overname van Hertzberger. Die op zoek is naar wraak voor die gemiste strafbal. Draait een keer goed weg in de cirkel en passeert de Wijkersloot. De stik gooit hij weg uit frustratie en natuurlijk ook uit blijdschap. Maar het is wel een geweldige goal van deze Hertzberger. Zijn 20e in de competitie. En zo neemt Rotterdam 10 minuten voor tijd de leiding met 2-1. Maar dan vlak voor tijd nog deze strafcorner van Amsterdam. Kan Justin Reed-Ross voor de gelijkmaker zorgen? Ja, dat doet hij. Een geweldige push van deze Zuid-Afrikaan in de kruising. En zo brengt hij Amsterdam naast Rotterdam in die slotfase. Maar Rotterdam is toch de betere ploeg en gaat in die slotfase op zoek naar de winnende treffer. Jeroen Hertzberger pusht de bal op het doel. Maar goed gezien door scheidsrechter Roel van Eert. Net buiten de cirkel. En dat weet ook Hertzberger. En zo eindigt deze topper in het Wageningenstadion in 2-2. Met als uitblinker doelman Jan de Wijkersloot van Amsterdam.